Dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ga vandaag een bloemetje maken. Een papieren bloemetje die gewoon vanzelf uitbloeit. Wat je daarvoor nodig hebt is een pen of potlood. Als je een potlood doet, dan is het wel handig om een gum erbij te hebben. Oh, ik vind deze gum best wel schattig. Een papiertje. Een schaar. Ja, ik heb een groot rondje gekozen. Nou, ik heb hem hier al gemaakt, dus ik heb deze eigenlijk helemaal niet meer nodig. En voor de binnenkant gebruik ik dit kleine rondje. Dus als je benieuwd bent, blijf dan lekker kijken. Maar wat je ook nodig hebt is een bord of een papiertje. Een bord of papiertje. Een bord of zo. Met een klein laagje water. Ik heb een bakje gekozen. Er zit al water op. Ik hoef dat zo meteen niet meer te doen. Zo. Maar ja. Laten we beginnen. Nou, wat je doet is het andere rondje, die doe je zo. Er proberen er in het midden in te doen. Want als je als eerste deze doet, dan is je kans heel erg groot dat je dat niet in het midden zit. Ja, bij mij zou die het ook niet echt in het midden zitten. Maar probeer alles. Ik probeer het. Zo. Ja, het lijkt nu nog op een autoband. Ik ga nu even de blaadjes maken. Ja, oh, ik zei helemaal niks meer. Ik dacht dat hij uitstond. Maar, wow, ja. Zoals je ziet, dit is dus niet goed dat het aan elkaar zit. Ik knip even de rest ervan af, dat je alleen maar rondjes hebt. Dat je rondje alleen hebt. Dus, 3, 2, 1, 0. Ja, hij is klaar. Dus, wat je nu doet is... de fout... alle bloemblaadjes naar binnen. Dus ik doe het even zo voor. Zoals je ziet gaat het best wel makkelijk. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet je best op te doen, want hij gaat er straks weer uit. Zo dus. Dus ik ga even dat bakje pakken. En dan met water. En ja, ik heb er eigenlijk ook al nog 2 gemaakt. Zo. Dus ja, het water zag. Bewegen. Nou, ik heb deze ook al gemaakt. Deze heb ik gemaakt. Deze gaan we als eerst doen. Dus die leg ik een beetje hier zo neer. En dan zie je hem eigenlijk zo meteen gewoon uitbloeien. Ja, ik ga een beetje helpen hoor, want... ja. Beetje. Is dit eigenlijk nog best wel mooi, maar dit, ja, zo, een beetje. Eigenlijk is die nu eigenlijk gewoon een beetje aan het uitbloeien. Doet hij het nog? Of... wacht even. Zo, ja, hij staat vast. Ja. Dus nu zie je hem eigenlijk gewoon een beetje uitbloeien. Kijk. Nou, deze komt eindelijk ook los. Ja, ik help wel een beetje, want... ja, zo. Ja, want... ja. Je kan hem niet meer gebruiken nu. Maar dat zou wel best wel een beetje logisch zijn. Nu ga ik deze doen. Deze had ik al gemaakt voor de video. Zodat ik... nog een paar voor jullie. Zodat ik het gewoon een beetje voor jullie zou kunnen laten zien.
Ja, zit een beetje vast. Dus probeer niet echt al te vouwen, vouwen, vouwen. Want ja, dat gaat hij helemaal verkeerd. Hij doet het niet zo heel erg goed. Ah, ja, deze is nog niet. Deze is niet meer goed, want de blaadjes zitten al vol met water. En ja, dan doet hij het niet meer. Ja, deze is niet geslaagd. De laatste. Dus deze moet ik ook een beetje losmaken. Leg ik hem in het water. En die gaat ook uitbloeien. Nou, we wachten dan maar. Ja, hier eindelijk. Hij zat ook een beetje vast. Net als die vorige, want ja. Dan zitten ze weer aan de bloemblaadjes vast een beetje. En je ziet dat echt heel erg langzaam. Heel erg langzaam bewegen. We zitten echt zo te kijken. Als je dit kijkt. Deze wel geslaagd. Oh ja. Deze. Alleen deze, ja, dat kleine bloemblaadje daar, dat is een beetje. Duimpjes. Ik vind het best wel leuk. Gelukt. Dus ik geef duimpjes. Vind je dat nou ook leuk? Geef dan ook duimpjes. Een blauw duimpje omhoog. En abonneer zeker hieronder. Op mijn kanaal. En hopelijk zie ik jullie nog goed. Dus hopelijk zien jullie mij weer in mijn. Hopelijk zien jullie mij weer in mijn andere video's. Doei!